Dat valt niet mee, hè, die heuvel. Nee, ik mag wel wat meer gaan oefenen. Heeft u er last van als ik even naast u kom zitten? Nee, joh, doe niet zo mal. Kom er gezellig bij. Bent u op vakantie, hè? Niet echt. Ik heb na lange tijd een oude vriend bezocht en was daarna wel toe aan een wandeling. Lang geleden heb ik een tijdje in deze streek gewoond. Ik woonde in een commune, samen met andere jongeren. Zal ik je even helpen? Als je wil, graag. Jou heb ik je nog niet eerder gezien. Mijn naam is Jonas. Hoe heet jij? Ik ben Aafke. Het leven in de commune met Jonas was geweldig. Alles was heel veilig en vredig. Maar na een tijdje begon dat om die redenen erg saai te worden. Dus besloten we op reis te gaan. Een bestaande route over land naar India, ook wel Deepietgeul genoemd. Dat is echt de moeite waard. Ik heb hem al eens eerder gedaan met een vriend uit Maastricht. Uiteindelijk zijn we na een paar weken vertrokken. We zijn eerst door Europa naar Turkije gegaan. Daarna reisden we verder door Perzië, wat nu Iran heet, Afghanistan en Pakistan. Afghanistan? Was dat niet supergevaarlijk? Ben je mal? Dit was in de jaren 60 en 70. De hippie trail was toen ter tijd erg populair bij westerse jongeren. Is ook heel leuk om te doen gewoon. Dat maak je nooit meer mee misschien. En vooral Afghanistan was een geliefde tussenstop onder de hippies. Men kon daar veel en goedkoop hasjes verkrijgen. Ik had nooit gedacht dat de mensen op vakantie naar Afghanistan zouden gaan. Veel mensen niet. De meesten kennen het alleen maar van de negatieve media. Afghanistan was vroeger heel anders dan hoe het nu is. Allereerst ging men de grens tussen Perzië en Afghanistan gemakkelijk over. De meneer met wie wij mee mochten liften was ons erg goed gezind. Salam alaikum, vrede over u. Walaikum assalam, ook vrede over u. Jullie paspoorten alsjeblieft. Gaat dat wel goed zo met die paspoorten, Jonas? Ja hoor, laat me gaan. Alsjeblieft, jullie mogen verder. Onze reis door Afghanistan verliep goed. De natuur en landschappen zijn daar prachtig. Vooral de provincie Bamiyan was erg mooi. Hoezo? Dat is toch één grote zandvlakte daar? Nee joh, dat is wat de media je wijs maakt. Afghanistan kent ook erg vruchtbare gebieden zoals dus Bamiyan. Heel erg bedankt voor de lift, meneer Khalil. Tashakor, dankjewel. Oh, Jonas, wat prachtig. Ze zijn nog groter dan ik me had voorgesteld. Wow, de boeddha's van Bamiyan. Ze blijven me fascineren. Boeddha-beelden in zo'n streng moslimland? Afghanistan was vroeger nog geen streng moslimland. Religie was toen helemaal niet zo overheersend als nu. Wij hebben kennis gemaakt met de cultuur bij de locals. Nergens, maar dan ook nergens een hotel of camping te bekennen. Ik geloof echt dat we bij de mensen thuis moeten gaan vragen voor een slaapplek. Salam alaikum, verre reizigers. Als u wilt, kunt u bij ons overnachten. Het vertrouwen wat die mensen in ons hadden, vond ik zeer bijzonder. De Afghanen waren heel open en gastvrij. Dit is mijn man, Aziz. Salam alaikum, westerlingen. Goshamadin. Blij dat jullie er zijn. Het is goed om eindelijk weer westerlingen in huis te hebben. Wij zouden u heel graag om een gunst willen vragen. Mijn tante is ernstig ziek. Wellicht kunt u iets voor haar betekenen? Ik? Ik weet niet of ik hier wel de juiste persoon voor ben. Goyas mekunam. Alsjeblieft. Ach ja.
Ik smeerde wel wat labellen op. En zo mochten wij daar een tijdje blijven. Vanavond krijgen wij gasten te dineren. Het is voor ons een eer dat jullie erbij zijn. Die avond kwamen wij pas echt de cultuurverschillen tegen. Wat een heerlijk voedsel hebben ze hier, hè, Jonas? Vorige keer was ik ook al onder de indruk van Afghaans keuken. Waarom zit ze bij ons? Afke Jan, lieve Afke. Kom je met mij bij de dames zitten? Wat apart zeg. Ze eten hier gescheiden. Dames, dit is onze gast uit het Westen, Afke. Salam alaikum, Afke. Vrede over u. Mashallah. Wauw, wat een prachtige vrouw. Een belangrijke les, als je in een land bent waar mannen en vrouwen apart zitten van elkaar, altijd bij de vrouwen zitten, want dat is lachen. Tot wanneer zijn jullie in het dorp gebleven? Tot we erachter kwamen dat we bespied werden. Hoe kunnen zij nou samen slapen, Aziz? Ze zijn niet eens getrouwd. Absoluut haram, ongehoord. Wat dat betreft moesten wij daar wel steeds alles verdedigen. Dus ach, toen zijn wij in India maar getrouwd. Na het dorp zijn we naar de hoofdstad Kabul getrokken. Een groeiende stad waar ze net hotels aan het bouwen waren. Hey, en de vrouwen daar dan? Liepen die niet allemaal in burka rond? Nee, toen nog niet. Je kunt het je nu bijna niet voorstellen, maar de dames van Kabul zagen er juist super hip uit. Dat ik vergeleken met hen mij juist heel erg ouderwets voelde. Oh god, ik mag wel nieuwe kleren gaan kopen, want dit gaat niet goed zo. Ongelooflijk. Ja, en op de terugweg, jemig. Toen waren er dingen wel veranderd, hoor. Na een klein jaar in India te hebben gezeten, reisden we via Pakistan terug richting de Afghaanse grens. Hey guys, hold on. Wacht eventjes. Wie ben jij? Ik ben Kenny en ik ben onderweg terug naar Engeland. Vinden jullie het goed als ik een stukje met jullie meereis? Ik wil niet alleen door Afghanistan. Waarom wil je dat niet? Het wordt afgeraden om daar alleen te reizen. Hoe kan dat nou? Wij hebben er amper problemen gehad. Wat is daar precies aan de hand? Ik heb gehoord dat er veel opstanden zijn tegen de nieuwe Afghaanse president, Daoud. Daoud heeft met hulp van de Russen zichzelf zomaar verkozen tot president. Hij wil in Afghanistan moderniteit en het communisme doorvoeren. Maar sommige gelovige partijen zijn het daar niet mee eens. Kenny? Als je niet met de vijf tellen iets hebt aangetrokken, dan krijg je het hele magazijn door je kop ingeschoten. De grensovergang was op de terugweg heel anders. Echt waar, op de heenreis heb ik geen wapen gezien. Dat ziet er al sinds beter uit. Jullie paspoorten nu en voor elke persoon 10.000 afghani. Eenmaal terug aangekomen in Kabul, zag ik hoe erg het veranderd was. Oh god, kan dit wel wat ik nu aan heb? Had je je op de terugweg aangepast qua kleding? Nou, niet in zoverre dat ik een boerka droeg. Wat ik voornamelijk heb aangepast was dat ik niemand meer aankeek. Oogcontact vermeed ik, want ik heb hele blauwe ogen, wat enorm opviel daar. Jemig, wat een verhaal zeg. Ik vind het ook zeer bijzonder dit te mogen vertellen. Vandaag is namelijk de dag dat ik Jonas weer heb gezien, na zo'n 30 jaar. Echt waar? Hoe gaat het met hem? Niet goed, helaas. Hij is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Ach ja, meisje, het wordt tijd dat ik weer eens op ga stappen. Zeg, hoe heet jij eigenlijk? Ik ben Yasha. De wereld is net als Jonas ernstig ziek en op sommige plekken niet meer te genezen. Afghanistan is daar het perfecte voorbeeld van. Thank you.